je raakt toch je eigen zielsdorp een beetje kwijt. Ik vind het er niet beter op geworden. Dat had niet gemoeten. Nou, ik ben nog niet heel erg tevreden daarover, zeg maar. We staan hier voor Voorneput Spreekt op een winkelcentrum in Rokanje. Sinds januari zijn er een aantal gemeenten samengevoegd tot één, Voorne aan Zee. Wij vragen de voorbijgangers wat ze ervan vinden. Ja, best wel moeilijk, denk ik ook. Omdat Helvoetsluis natuurlijk, ja, het is bekend dat hij eigenlijk al heel de geldpot heeft leeggetrokken. En nu komen er wat rijkere gemeentes en dan, ja, ik denk dat dat toch wel van invloed heeft op de woningbouw en zo, denk ik. Dat had niet gemoeten. Want ik vind deze regio, zeg maar, te klein om deze gemeentes samen te voegen. West-Voorne had gewoon West-Voorne moeten blijven. Ik heb te weinig van gemerkt, eerlijk gezegd. Dus ja, dat moet nog komen, denk ik. Dus ik weet verder niet, nee. Nou, ik hoor het voor het eerst. Ja, wij wonen hier niet. Dus, nou, op zich samenvoegen vind ik zelf nooit zo leuk. Want je raakt toch je eigen zielsdorp een beetje kwijt. Kijk, wij wonen hier niet. Wij komen uit Capelle aan de IJssel. Maar we wonen wel op camping Waterbos, 54 jaar. We komen uit Schipluiden, daar zijn ook een aantal gemeentes samen. En daar hebben we geen last van. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik hou me daar niet zo mee bezig. Ik vind het eigenlijk allemaal wel prima. Ik heb daar eigenlijk niet zo mening over. Als het maar de wensen van de mensen die hier wonen, dan die tot uiting worden gebracht. Ik vind het er niet beter op geworden. Hè? Allemaal, ja. Het gaat natuurlijk over zoveel schijven. En ja, krijg je hele andere beslissingen en zo allemaal. Nee? Nou, ik was al van tevoren niet zo weg van, hoor. Maar ja, je mocht gewoon mee, hè. Nou, ik ben nog niet heel erg tevreden daarover, zeg maar. Dus een hoop gedoe en een hoop, ze zijn het allemaal oneens met elkaar en er gebeurt nog niet zoveel. Dus een beetje teleurgesteld. Nu is er veel onduidelijkheid, maar voor de rest, ja, ik hou me er niet zo mee bezig. Dus, maar ja, wat betreft de omgeving en de gemeente, de problemen die er zijn, daar hebben wij eigenlijk niet te veel mee. Want het enige wat ik wel weet is dat de vorige burgemeester, vond ik echt een hele toffe, want die is zelfs bij ons op de koffie geweest. Er zullen best problemen zijn. Ja, weet je, dat is altijd met nieuwe dingen. Dat mensen toch altijd wel wat te zeuren eigenlijk hebben. Toch? Wat er allemaal gaat gebeuren in de toekomst, dat weten we nog niet, hè? Dat is allemaal nog niet, denk ik, uitgeplozen. Dus afwachten.